Welkom op deze mooie donderdag 29 oktober. Vandaag wordt gesponsord door mensen die rare dieren in auto's meenemen. Wat is het raarste dat jij ooit in je auto hebt gehad? Als ik bij mij bekijk, dan zijn er denk ik twee momenten. Dat is één, dat we met z'n zevenen in een Renault Clio hebben gezeten. Zo'n oude, kleine. En dat ik een keer met een matras op mijn dak heb gereden. Welke, niet helemaal goed vast zat. Wat is het raarste waar je ooit mee hebt gereden? Post je bericht hieronder in de comments. En het liefst natuurlijk een video als je die hebt, want ik ben erg benieuwd. De camera staat een keertje in een andere hoek, om het niet altijd hetzelfde te laten zijn. En ik heb een paar leuke onderwerpen voor jullie vanavond. Dirk Schering gaat natuurlijk weer in het nieuws, maar ook Fred van het Net. Met hem zal ik ook beginnen. Fred van het Net gaat eruit, want het net wordt door KPN de deur uitgegooid en Fred is aan het opruimen. Op de website fredruimtop.nl kan je wel allerlei leuke spulletjes vinden van Fred die hij de deur uit doet. En heb je nog een leuke baan voor een man in een paars pak? Wees dan niet schroom, schrijf je in op zijn LinkedIn pagina, word een vriend en geef Fred een mooie nieuwe baan. Als jullie trouwens nog meer leuke nieuwe banen hebben, ik zoek er ook weer een. De verjaardag van OpenOffice 3.0, 100 miljoen keer gedownload. OpenOffice, gefeliciteerd. Ik ben zelf ook een goede gebruiker. En ik hoop dat de versie 4.0 nog veel mooier wordt. Het filmpje van Dirk Scheringa, waarin hij in South Park speelt, is een grote hit op YouTube. Volgens een hele hoop nieuwswebsites. Het grappige was dat vanochtend, toen al die nieuwsberichten geplaatst werden, dat filmpje eigenlijk nog maar een paar duizend keer bekeken was. Terwijl je spreekt pas van een viral of een echte hit op het moment dat een filmpje 100.000 keer bekeken is ofzo. Nou, het leuke is dat door al die nieuwsberichten staat de teller van het filmpje ondertussen op 100.005. Nou, als dat geen mooie reden is om van een filmpje een hit te maken en een mooi voorbeeld van hoe je een viral maakt, dan weet ik het ook niet meer. Plaats gewoon op de verschillende weblogs een link en genoeg mensen zullen het filmpje wel zien. Goed bezig jongens, wie dit gedacht heeft. Als laatste nog een raar berichtje dat een stel jongens in Sussex de baard van een andere man in de fik hadden gestoken. Nou is mijn vraag, wat is hier nou leuk aan en waarom doe je zoiets? Als jullie een idee hebben, post je bericht hieronder in de comments voor alle nieuwsberichtjes waar ik het vandaag over heb gehad. Kijk hier langs in de zijbar. En de vraag voor vandaag is, wat is eigenlijk het grootste ongeintje wat jij ooit hebt uitgehaald? Plaats je bericht hieronder. En tot morgen.